Want wij tellen ongeveer 1920 ambassades. Ja, dus echt een stad voor recht en vrede. En dan zitten we ook nog aan Scheveningen. Eigenlijk hebben we het alles. We staan hier in een redelijk modern stukje. Het is wat Den Haag noemt het nieuwe centrum. En het is een oude stadsgedeelte. En dat hebben we nu opgevuld met onze moderne bebouwing. En ondanks het feit dat wij een dorp zijn, wil ik u toch even meenemen naar onze stad en huis. We staan hier in het grootste overdekte atrium van Europa. En het is ooit ontworpen als stadhuis door de Amerikaanse architect Richard Meyer. Patent op niemand anders mag ik dus. En omdat het zo wit is, hebben we er een bijnaam voor. We noemen hem het IJspaleis. Om het altaar, nee, dat zit een taal. Tweede kamer. Achterkant. Dat is niet ver weg. En een gigantisch bos van Spies van Nederland. En Haarlemmerhout is daar bijvoorbeeld ook een onderdeel van. Dus ook onze Haagse bos voor Nederland. Alleen, ja, een van die zonen, en dat was Willem II, graaf Willem II, was een man met ambities. En die werd gekroond in Aken als keizer. Keizer van het grote Romaanse Rijk in Europa. Dus hij had iets nodig. Ja, oké. De koning van Duitsland was, dat kun je nog steeds bij de achterkant. Dus die deel Zuid-Holland en de achterkant hier is geregeerd. En in het midden is het wapen. Deze paarden mogen die kunnen niet naast elkaar door de poort. Ze moeten voor elkaar schuin in het breed. Hij wordt genoemd de held van Waterloo. Is niet zo'n hele grote held, hè? Dus, en dit is dus het theater wat gebruikt wordt voor grote premières. Dus, alle oude afval wat ze vonden, werd op een hoop aan de overkant geworpen. Het is vandaar de naam de Vijverberg. Hier, dat is het ministerie van onderwijs. Daar is alles voor. Weer van een Amerikaanse architect, Michael Graves. En was Richard Meyer geïnspireerd, hè? Door die vijver. In de 19e had men ook een gietijzer, maar dat dekte dan met stenen of met een gevel. Nee, in de Art Nouveau liep men ze vrij. En dat je daar een taartje bij eet. Dus hij stuurde zijn dochter naar Wenen om te kijken hoe het er nou ging, samen met een jonge architect. En hij heeft naar de naam de Wielen-Sissers. Zicht heeft, want het staat hier voor een verzettelijkheid. Het is een huis dat ze niet bouwen voor de eigen personeel. Dit heet ook de gang. Maar als dit is de oudste fruitboom. Want 8 was een privilege van de Oranjes. Dus de koetsen werden groter en groter en groter. Dus dit is de eerste straat in Nederland met regels voor het verkeer. Alleen zien en gezien. En toen aan het eind van de 18e eeuw deed er een Duitse koning mee. Het Knoet van de Dus eigenlijk heeft het een champignonnetjes. En het was een heel aardig knaapje. Mooie hoed, veer,
heeft een hele mooie zilveren tressen achter op zijn jas. Dus, het is trouwens ook de laatste graaf van Peter. Hij is niet altijd. Er zit een gevangenpoort. Maar als je nou weinig of geen verdacht van een misdrijf, dan moet je de tijd. U bent hier in de ridderkamer. Wil je iemand voor de blok zetten of een beetje de arm? Nou, dan mag je dan.